Morgen in Tour of Duty. You killed a sniper. We already killed one of your men. No, sir. I killed somebody who just happened to be that baby's mother. No! Two other girls were killed in the past month, another a week before that. We got a psychopath on our hands. Lieutenant Goldman said he'd never seen a better soldier than you. I don't know what good that's gonna do me when I get back to the world. I'd like to help you. Best learn a clear path for me, boy. You call me boy one more time, I'm gonna hit you so hard your mama gonna feel it. I told you, we're gonna make a soldier out of him. He's gonna take you down with them if you continue to protect him. Tell her. You're under arrest. Nieuwjaar met het peloton, morgen om 9:10. En om 9:50, de taarten van Jan. Kijk morgenavond naar Ruhr Magazine, 9:50. Want ik heb een taart voor de best gekapte voetballer, voor de deftigste tv-presentator, voor de oudste jazzzangeres, voor het meest verse kerstkind 1990. De schoonste zwerver en de wilse Hells Angels. Tot ziens, tot Ruhr. Mark Klein Essink presenteert vanavond de eerste 100.000 gulden show. Drie koppels gaan met elkaar in de clinch en daarbij zijn moed, kennis, lijfelijke inspanning en een grote dosis geluk onontbeerlijk. Het team dat in de finale de cijfercombinatie van de kluis weet te achterhalen, gaat een ton rijker naar huis. Hier is Mark Klein Essink en de 100.000 gulden show. Gaat het allemaal om vanavond 100.000 gulden. Een hele ton. En om voor te zorgen dat deze ton ook een hele ton zal blijven, heb ik hier vier dames van de bewaking staan die deze koffer de komende anderhalf uur geen seconde uit het oog zullen verliezen. Dames en heren, hartelijk welkom bij de allereerste 100.000 gulden show. APPLAUS.